Het kabinet heeft gefaald, was veel te laat met het ophalen van de mensen, met het in veiligheid brengen van de mensen. Deelt u de mening dat u daarin heeft gefaald? De minister. Ik denk dat we de missie niet hebben kunnen afronden, uitvoeren zoals we hadden gewild. Om dit een totaal falen te noemen tegen de cijfers die er tegenover staan, dat doe ik niet. Dat ik me verantwoordelijk voel voor het feit dat we niet op tijd hebben kunnen handelen, daar voel ik me zeer verantwoordelijk voor, net zoals alle leden van het kabinet. Maar het totaal falen zou willen zeggen dat de 2100 mensen die wel in korte termijn zijn gered, alle lokale ambassademedewerkers, hun kerngezinnen en 60 andere afhankelijke inwonenden zijn ook geëvacueerd. En we zijn bezig met uitvoering van motie Belhaai op een hopelijk grondige wijze. Om dit een totaal falen te noemen, dat vind ik eerlijk gezegd een schoffering van iedereen die hier zo hard heeft gewerkt. Het is niet om ons, het gaat niet om het kabinet. Maar er is niet gefaald door alle medewerkers. Ze hebben een fantastisch resultaat tegen alle obstakels in nog steeds weten te realiseren. Maar het is niet genoeg. Die verkeerde aannames, die zijn ergens op gebaseerd. En ik ben benieuwd waarop dan die verkeerde aannames gebaseerd zijn, terwijl de minister in ieder geval een betere informatiepositie heeft dan de Kamer. En de Kamer wel alert genoeg was om op tijd de juiste vragen te stellen en om de juiste plannen te vragen. De minister. Nou, ik weet niet of er een aantal dingen hier door elkaar lopen. Want als het gaat, mevrouw Simons zei, de Kamer heeft al jaren gevraagd om evacuatieplannen. De motie Belhaai natuurlijk is aangenomen in het midst van de crisis. Ik meen 17 augustus, we hebben daarop geacteerd. Alle jaren daarvoor, sinds 2013-14, kijk even naar mevrouw Bijleveld, is er gevraagd voor de evacuatie van de defensietolken met name. Ik moet in tweede termijn terugkomen wanneer en welk jaartal er is gevraagd naar de bredere evacuatie van anderen. Maar dat is wel belangrijk om voor ogen te hebben. Het tweede is, ja, we hebben gehandeld en daar zijn wij verantwoordelijk voor op basis van verkeerde aannames. Maar die aannames, dat was de snelheid van de opmars van de Taliban. Daar staan wij niet alleen in. Is dat een uitleg? Nee. Maar het is gewoon zoals het is. De relatieve zwakte van de strijdkrachten. Er is een totale overschatting gemaakt door het gehele westerse defensie-establishment, excuus voor het woord, over hoe lang ze stand konden of wilden houden. De val van Kabul was ook door de Amerikanen niet voorzien op deze manier. Dus ja, als de Kamer dit wist, al een tijd geleden, dan hebben wij duidelijk die signalen ook niet opgevangen. Maar dit is niet zo. Zo is het niet. Heeft het zich niet afgespeeld. Als we het eerder hadden geweten, dan was het nog erger geweest. Dan hadden we natuurlijk ook eerder moeten handelen. Wat ik zeg is dat wij een gehele blinde vlek kennelijk hebben gehad in hoe erg en hoe snel het zo erg zou worden.